nat. Deze koers heeft een slecht weerreputatie. Zeg maar een slegen van bij de start in Roeselare en regen aan de streep in Waregem. Desselgem, dat is het dorp van Briekschotten en dat dorp stelt haar kandidatuur voor Dorp van de Ronde. Dorp van de Ronde volgend jaar in 2010 afgelegd in totaal voor 200 kilometer hard. Knokken. Iedere Flandriën belangstelling, veel belangstelling gezien de weersomstandigheden voor Hausler, de tweede in Milaan-San Remo. Daar heeft hij toch een paar nachten van wakker gelegen, gaf hij zelf toe. Hoeveel was het uiteindelijk? Een paar centimeter, zeker een centimeter of 10 tegen Cavendish. Cavendish die hier niet van start ging. Dan Pozzato, populair ook in Vlaanderen. Hij viel wel aan op de Poggio, maar daar bleef het ook bij. Dan zien we McEwen, moest er vroegtijdig af op de Cipressa al. McEwen, ook winnaar hier in dwars door Vlaanderen. Dan Gert Steegmans, een beetje op de sukkel. Het is een beetje raden naar Epic Low. En hier zien we Nico Eekhout, twee keer winnaar, in zijn wedstrijd. Hij staat hier vrijwel altijd op het podium als hij start. En Frank van den Broeke. Ik ben nog altijd verbaasd als ik hoor hoe populair hij nog altijd is. Hij overtreft een ieders populariteit. Aanvallend ingesteld. Nick Nuyens zal hier wel als kopman starten. Hè? Vorig jaar deed hij hier uitstekend zijn best met Cofinis. Jurgen Roelands voor Silence Lotto. Een van die jongens die het tij moet doen keren. Jurgen Roelands. Dat is niet alleen. Ook Greg van Avermaat, hier in beeld, moet hier vandaag toch kunnen schitteren. Ik zeg wel, zou moeten kunnen schitteren. En wie doet er nog mee voor Silence Lotto? Lijf Hosten. Goed dat we Lijf Hosten nog eens zien. Niet in Milaan-San Remo, maar hier dus wel voor eigen volk in eigen streek. Hier, Roeselare. Wouter Weiland, de Gentenaar, of dichtbij Gent. Welke rol krijgt hij hier toebedeeld? En De Volder. Leuk dat we Stijn De Volder nog eens zien. De Ronde van Vlaanderen komt dichtbij en dan ziet zijn kopje er goed uit. En dan zoekt de camera naar, daar staat hij, de zoon van André, Tom Bonen. Bonen dus winnaar 2 jaar geleden. En Bonen kan rekenen op deze De Weert. En op Chavanel, de winnaar van vorig jaar, maar die is een heel klein beetje verkouden. Dan gaan we naar de start. Om 11:50 gingen we Roeselare verlaten voor de officieuze start. De echte start, de officiële, die lag even buiten het centrum. Ik zeg het, de mensen van Roeselare zijn buiten gekomen voor deze wedstrijd. Onder meer om naar Tom. Zoals de duivel kinderen baart, dat er vaak veel ineens zijn. Dit zijn die vluchters, met 9 nog. En ze zijn aan het vechten tegen de wind en tegen de regen. Want ze zitten nu op het stuk van het parcours waar ze...
de mannen hier vooraan. Met Jens Maurits, dat is de lange van Vacances Soleil. Je ziet ook dat Van Impe erbij is en Aijzel. Aijzel hadden we het niet voorspeld. Dan Rabon, een tweede man van Team Colombia. Dan zien we Gajek, dat is een Duitser die rijdt voor Milram. Daar ziet hij voor Cervelo Andreas Klier. Dan komt Aijzel weer in beeld. Hier komt Van Emden voor Rabobank, een jonge Nederlander, een tijdrijder. En dan hier voor Milram, dat moet die Gajek zijn. En dan zien we hier Huanar. Steve Huanar, een Fransman die voor Skill Shimano rijdt. Hebben ze dan allemaal gekregen. Nog eens de namen van Impe en Eekhout. Nico Eekhout is er ook bij. Van Emden en Maurits, Klier, Aijzel en Gajek en Rabon en Huanar. Dat zijn er 9. En nu hoor ik Renaat Schotten. Ja, in vreselijke omstandigheden op de motor. Maar voor de renners op de fiets is het nog veel erger. En het peloton... Zitten we op de Eikenberg en daar gaat een jongen tegen de vlakte en die staat daar rechts aan de kant. Daar staat Gerecht van Avermaat en dan wacht hij. En dan is hij gedesillusioneerd, want dat duurt. En die canyon
die werkt een klein beetje op het systeem. Kijk naar de ketting. Die ketting die hangt daar te bengelen. En dat duurt. En dat duurt. En dat blijft maar duren. Het peloton is ondertussen al een goede 30, 40 seconden weg. Het werkt nog meer op de zenuwen van Greg van Avermaat. Die gebrand was op een topprestatie die hier wilde winnen. Dus gooit hij zijn fiets weg. Dit is frustratie. Waar blijft die auto? Ondertussen is dat peloton al ruim een minuut weg. Mag je dan al een kruis maken over deze wedstrijd? Gebaren van ongenoegen. Achtergelaten in het land van de Vlaamse Ardennen. Verdomme toch! Komt hij er dan toch aan? Je hoort getoeter. Daar komt de volgwagen van Silence Lotto. En dan is daar Dirk de Wolf. En daar dat afduwen. Nou, niet echt met veel verve. Hè. Is dat een beetje symptomatisch voor de malaise bij Silence Lotto? Ik vrees ervoor, Karel. Ja, het is zo dat het niet mee zit natuurlijk. Hè. En ze hadden lang mee in die vroege vlucht met die mannen die weg zijn. Lang is daar ook weggevallen door mechanische problemen. Het is compleet verbrokkeld na de vorige helling. Op de Eikenberg was er ook een valpartij met onder meer ook Nick Nuyens die pijnlijk naar zijn pols tastte en die ternauwernood heeft kunnen overleven in het eerste gedeelte van het peloton. Renners proberen nu te springen van groep 2 naar groep 1. Het is overleven of verzuipen. En we zitten bij Nuyens nu. We zien dat Nuyens nog altijd lucide is. Hij is aan het eten. En we zien ook nog veel ploegmaats van hem. We zien Langeveld, we zien Tanking. We zien veel volk van de Rabobank in dat eerste pelotonnetje. We zien ook Leukemans. We zien Hostegoed zitten in het wiel van Hausler. We kijken meer naar voor. Dan zien we Weiland zitten. Dan zien we Centjes in de eerste groep in het wiel van Bobby Traxel. En dan voorin vrij veel volk van Quickstep in de spits van dat peloton. Tom Boonde omringd door Kevin De Weert die we daar zien. En ook Stijn de Volrecht, de Chavanel. Chavanel zit daar in het wiel van Kevin De Weert. Het peloton zal nu niet meer stilvallen. En hier komt Rabobank langs de rechterkant van de weg. Met z'n vieren door één man met Nuyens in voorlaatste positie. En op die manier zitten ze weer helemaal voorin. Het is een fantastische koers om te volgen. Ondanks de winter die weer toeslaat. Ja, Renate, wij zagen dat Van Avermaat in een derde groepje zat achteraan. Dat derde groepje bengelde. De groepen die proberen terug te keren. Kijk, Van Avermaat zit in deze groep daar. Maar de terug nummer 21 is een beetje opgeschoven in die groep. Ze proberen zich te hergroeperen. En proberen terug bij dat grote peloton te geraken, omdat er een belangrijk trio hellingen aankomt. Hè. Er is de Oude Kwaremond, de Kalkhovenberg en de Patersberg. Daar gaan we nu zo stilaan naartoe. We zijn op 78 kilometer van de aankomst, dames en heren. En u ziet dat de voorsprong van de 9, 2 minuten en 14 seconden is. Dat is niet echt veel, maar je weet dat er vooraan een paar beren zitten met enorm overlevingsvermogen. Dus moet je daar toch maar beter rekening mee houden met die voorsprong. Daar zit Van Avermaat, gelukkig dat hij een tijdje uit de wind kan blijven. Maar wie zit daar nog bij Van Avermaat? Zijn dat jongens die nog de moed hebben om terug te keren? Of moet hij straks zo meteen zelf de sprong maken naar de waaier daarvoor? Het wordt met andere woorden een harde dobber, een zware opgave voor Greg Van Avermaat, de jonge belofte. Dat is riskant natuurlijk. Hè. Als je een paar mannen laat wachten op Van Avermaat om die terug te brengen, dan kan je die ook kwijt zijn. Terwijl als ze niet meer terugkeren hier, hebben ze nog een paar ijzers in het vuur. Een Hosten misschien en Jurgen Roelands, afhankelijk van hoe die zich voelt. Maar die zullen dat ondertussen wel meegegeven hebben aan de volgwagen. Renaat die roept weer op. Ja, ook Bonen zat er in eerste instantie niet bij en is dan komen aansluiten. En op die manier zit hij weer goed en wel in dat peloton. De tweede groep staat op het punt de aansluiting te maken. We gaan ons even laten uitzakken en kijken wie daar nog allemaal bij zit. Doe dat. U ziet dat Rabobank zich manifesteert, dat ook Quickstep dat doet. En dan zie ik ook een jongen van Skill daar even in beeld komen. Op naar de Oude Kwaremond. Dat is de vijfde helling van de dag. Er zijn er in totaal 12. We rijden niet helemaal tot aan het eind, tot boven het hoogste puntje van de Oude Kwaremond. Nee, aan het Kwaremondplein gaan we linksaf. En dan duiken we naar de Kalkhovenberg en dan meteen de Paterberg. Een trio, zoals Karel dat zei. Hier zien we vanuit een camera die gemonteerd is in een wagen op een auto. Karel, hoe heet die weer? Een Cineflex-wagen. Het is een wagen die gebruikt is ook op de Olympische Spelen. Maar straks meer daarover. Eerst nog eens naar Renaat. Ja, en de tweede groep die komt op dit moment terug. Frank van den Broeke zit daar onder meer bij. Ook Kretskes herkennen we. Wat renners van Saxo Bank. En dan zien we achterin ook Arvesen zitten. Dat groepje staat op het punt de aansluiting te maken. Ook Meirage dacht ik in dat groepje gezien te hebben. Jawel. En dan ook nog Verheijen voor Lambakkendiet. En die mannen komen terug. Het heeft weinig gescheeld. Als je nu nog moet terugkeren, dan zal je van goede huizen moeten komen. Maar ik zie daarachter toch nog heel veel renners die proberen terug te keren. Voor nu het nog kan.
Ik zie Maurits van de kop afgaan en dan zie ik Rabon doorschuiven. Dat is een tijdrijder, Rabon. En dan Eekhout, die kikt op dit weer. In de editie van 2001 gingen we naar de start en gingen we in het buitenrijden van Kortrijk, toen nog startplaats, een goede 5 kilometer na de start aan de kant staan. En daar reed Nico Eekhout al door met de Marichal, twee ploegmaats. En toen dachten we, zelfmoord. Ja, toen begon die rechtstreeks af. Maar wat zal het gekost hebben? Dat kost inderdaad moeite. Met Gert Steegmans aan het wiel, als die el kan, zou die niet eens overnemen. Goesinen zou in de tegenaanval gegaan zijn. Goesinen, dat zal die jongen geweest zijn van Skill, die in het vorige beeld voor het peloton, voor de mannen van Rabobank, uit ging rijden. Runaat. Ja, terwijl Van Avermaat er alles aan doet om terug te keren, zijn er toch een paar renners die dan weer het tempo niet konden volgen in het peloton. En verrassend daar toch bij Arvesen, de winnaar van de E3-prijs vorig jaar. Kurt Asle Arvesen, mij verbaast het niet hoor, heeft zoveel ervaring en heeft zoveel power, zoveel mankracht, dat je die in deze koersen altijd mag verwachten. Bovendien, die overwinning van de E3-prijs, dat gaat hem toch wel wat gedaan hebben, hè? In het kopje. Oh, ik herken die wegen, hier heb je. Het kost krachten voor Van Avermaat en dan gaat hij erbij komen en dan gaan ze aan zijn oude Quaremont beginnen. Geen moment van herstel en dan moet hij nog zien op te schuiven in dat peloton. Dat is allemaal iets te veel misschien om straks nog in aanmerking te kunnen komen voor de overwinning. Maar voorbehoud aantekenen, het is een straffe kerel. Het heeft al een paar keer bewezen. En voor de rest heeft Arvesen het niet onder de mat. Ik kan daar nu rekenen op de steun van een jongen van de ploeg van Topsport Vlaanderen, Mercator, heb ik de indruk. Vergeef het ons als het af en toe moeilijk is om renners te herkennen. In deze omstandigheden is dat allesbehalve evident. We zijn op 74 kilometer van de aankomst, op naar de zone van de waarheid. Er zit een zekere spanningsboog in deze koers die een beetje te vergelijken valt met die van de E3-prijs. Dat wil zeggen, je hebt de zone van de Vlaamse Ardennen en dan heb je die overbruggingsfase naar de aankomst. En hier is die wel vrij lang. En dus hebben ze er wat op gevonden. Een plaatselijke ronde met telkens de Holstraat. Het is een hele mooie plaatselijke ronde die de koers de voorbije jaren ook wat extra cachet heeft gegeven. Het is een plaatselijke ronde met een kasseistrook in en dan die Holstraat. En die Holstraat op zich is niet het probleem, want het is als je daar boven komt, dan kom je eigenlijk in Nokere dorp uit. Aan de linkerkant ligt Nokereberg, de afdaling, want dan moet je naar rechts naar Waregem. En op dat stuk moet je door kunnen trekken, na die Holstraat vooral. Daar heb je Steegmans die dan toch eens even op de kop gaat. Voilà. Maar het is en het blijft lastig en ik ben er absoluut van overtuigd dat ze beseffen, we moeten erbij zijn, liefst een paar kilometer voor de voet van de Quaremont, om toch die hartslag een klein beetje te laten zakken. Om daar al een goede positie, laten we zeggen, plaats 15 tot 20 gaan te zoeken. Nee, ik heb het gevoel dat ze nog dichter geweest zijn dan nu. Goh. Het is echt hangen of wurgen, hè. En dan heeft hij natuurlijk op de Eikenberg al terrein moeten goedmaken, weliswaar tussen de auto's, maar daar had hij niet veel aan, want die auto's die moesten daar ook bumper aan bumper naar boven kreffelen. Dan moest hij daar eigenlijk bijna gaan zigzaggen. Van Avermaat heeft het hier niet onder de markt. Nee, misschien heeft het nu wel zin hoor, om één mannetje te laten uitzakken. Om daar wat steun te komen bieden. Ze hebben daar nog een paar mannen die dat eventueel moeten kunnen. Een Kretskens of een Jungblad. Het zou moeten kunnen, inderdaad. Kunnen niet allemaal kopmannen zijn bij Silans natuurlijk. Zeker weten. Roelands, die vertelde ons vanochtend, ik krijg een vrije rol. Lijf Hoster, dat is nog een klein beetje koffie, die kijken hoe goed is die nu. En Lijf heeft de gewoonte om een soort verstoppersrolletje te blijven spelen tot de E3-prijs. Nee, Schuddebolt van Avermaat. Het wordt lastig. Ook hier lastig. Maar nu zijn ze er bijna. En is dat Elmiger die voor hem uitrijdt? Ik dacht het wel. Ik zie Zwitserse vlaggetjes aan de mouwtjes. Van Avermaat volgt op 1.55 het peloton met de favorieten, zeg maar. Dan zei u zegt, ah nee, Eekhout is favoriet, volgt op 1.47. En Steegmans gaat de laatste best dichten. Renaat. Ja, Steegmans rijdt dat laatste gaatje dicht. De man in zijn wiel is Golas, een renner van Amica Chips. Dan zat ook de Gent erbij. Dat was die renner van Topsport Vlaanderen die daar ook nog een mooie... Aan de voet van de Oude Quaremont zag ook Stijn de Volder achter zijn ploegmaats zitten. De Volder die ook stilaan op dreef komt. Die een goed resultaat heeft geleverd in die tijdrit in Tirreno Adriatico. Tweede is geworden achter Andreas Kleuden. En daar ook vertrouwen heeft uitgeput.
Nog eens de samenstelling van deze kopgroep, dames en heren. Voor de ploeg Team Colombia zien we hier Andreas Klier. Nee, Bernard Eiselbeter. Die heeft ook nog Rabon aan zijn zijde. Dan hebben we de Belg Van Impe en de andere Belg Eekhout. De Nederlanders Van Enden en Maurits. Dan hebben we Gajek, dat is nog een Duitser die rijdt voor. Milram Houanaar, dat is die jongen van Skill. Heb ik ze dan allemaal gehad? Bravo. Ja, nog even over die vroege ontsnapping die aan een zijden draadje heeft gehangen toen ze wegreden. Toen kreeg ze geen vrijgeleide van het peloton. Katsusha had niemand mee en probeerde in eerste instantie die mannen te beletten weg te rijden. Maar het was toen in helse omstandigheden, in een van de vele hagelbuien die het peloton vandaag heeft moeten trotseren, dat we een Kevin Van Impe op kop zagen sleuren van die ontsnapping. De voorsprong die was geslonken tot een seconde of 15, maar onder impuls van Van Impe groeide dat weer tot een minuut. Twee minuten daarnet, dat moet de maximale voorsprong geweest zijn. Saxo Bank heeft vandaag ook veel werk verricht in de achtervolging. Het is te zeggen om de mannen altijd binnen gezichtsafstand als het ware te houden. We zijn begonnen aan de kasseitjes van de Quaremont. En dan zien we daar voorin de mannen van Colombia zitten. Burkhardt is hun speerpunt vandaag. Benieuwd of hij het kan waarmaken. Ja, wij zagen dat de kopgroep uit elkaar aan het vallen was. Het is Rabon die het moeilijk krijgt in die kopgroep. Al een paar keer dat hij daar achteraan hing te bengelen. En nu lijkt hij helemaal te kantelen op de oude Quaremont. Ook Houanaar, Steve Houanaar, een Parisien van Skill. 22 jaar pas. En redelijk goed bezig. Maurits. Moet eruit. Jens Maurits moet er ook uit. En dan gaan we er nog een stuk of zes overhouden daarvoor aan. Maurits, goede tijdrijder, voortreffelijke pistier. Tot twee keer toe zilver op het WK ploegen. Achtervolging voor Nederland, ook eens een keertje brons. Volk. En hier is inderdaad de Volderke. Even testen van hoe zit het met Volderke. Ah, Volderke is goed. Beter dan iedereen denkt. Zo zie ik dat toch, Renaat? Ja, versnelling en dan heeft hij onmiddellijk een lengte of zo te pakken. Maar het is een ploegmaat. Chavanel die probeert mee te glippen met die man van Colombia. Die daar dus in het wiel zit van de Fransman. En ze hebben dan ja, toch al een meter of 40 op dat peloton nu te pakken. Het is niet evident hè, met dat rotweer. Het is glibberig op die kassei. En dan zie ik Roelands komen. Ja, dat is goed. Dat is goed. Hij probeert die sprong te maken. Probeert hier af te rekenen met wat hij meegemaakt heeft in Kuurne, Brussel-Kuurne. Dat is goed van Jurgen Roelands. En waar is Rabobank? Die hadden we hier toch verwacht met een soort van putsch. En Cervelo daar op de tweede rij. En Rabobank zit ver. Inderdaad, in de aanloop zaten ze er wel. Maar hier is het zoeken. Daar twee mannetjes. 3, 4, 5. Maar dat is al op de derde rij, zullen we zeggen. Ze hebben zich een klein beetje laten vloeren, laten vlassen in het gevring naar de aanloop toe. Zoals dat bij de aanloop naar de Poggio of de Cipressa het geval is, moet je net op het juiste moment komen. Want anders kom je te vroeg en dat is nooit plezant. Mm-hmm. En we zijn daar op het oude Quaremontplein, Michel, links gedraaid. Dus niet die lange uitloper vals plat naar de Ronsebaan, maar links. En dan een lusje naar de Kalkovenberg en heel snel naar de Paterberg. Het is anders dan in Kuurne, Brussel-Kuurne of in de Ronde van Vlaanderen. Het is iets minder lastig op die manier de oude Quaremont beklimmen, maar het is natuurlijk lastig genoeg met de opeen. Deze zijn daar. Kan je de Poggio zien van hier? De volging van de inspanningen. Ik zag daar Matty Breschel en die had ik toch helemaal vooraan verwacht. Zou die niet tegen de regen kunnen. Die Kalkovenberg, dat is een drama voor de meeste toeristen. Een goede prof die opdreef is, die lacht daarmee, dat weet ik. Maar je moet het in de omstandigheden zien natuurlijk. Hè. En in de opeenvolging. Je gaat naar de Kalkoven en dan moet je pats wat verderop weer rechts na een gat in de diepte opdraaien naar de Pater. Dat is wat het lastig maakt. Op naar...
kom op, hè. Mappe had ik vanmorgen opgeschreven bij Quickstep, was goed in Parijs-Nice, heeft nog hard getraind ook de week nadien. En dan komen er weer een paar vanuit de achtergrond die naar voren zullen rijden misschien. Hier Stijn de Volder met Chavanel en Burkhardt, dat zijn de enige drie die er nog bij hangen. En Roelands in zijn eentje, die moet hier straks op Kalkoven dat sprongetje kunnen maken en proberen op de Paterberg erbij te blijven dan. Hij komt. Die is hopelijk voor hem aan het afrekenen met het spookje dat opdoemde op de Oude Kwaremond in Kuurne-Brussel. Hebben de Kalkovenberg en Bonen. Ja, IJssen kan wel 100 aanhakt en dan kijken we achterom en dan zien we Lijf Hosten komen. Lijf Hosten komt eraan op de Kalkovenberg. Hij probeert de sprong te maken naar het groepje Bonen. Houdt er dan nog veel volk van Cervelo daarachter, maar die blijven voorlopig een beetje hangen. Kijk ook hoe technisch het is, hoe moeilijk voor Bonen om zittend op zijn fiets naar boven te rijden. Glibberig op die kassei, maar ze zijn alweer boven op de Kalkovenberg. Toch moet je blijven. Slagen voor de mannen van Quickstep en hier staan ze achteraan geparkeerd. Parcheggio en veel, veel last. Dit is Alexander Moos, de Zwitser. Ooit een klimmer uit Zwitserland. Altijd goed in de ronde van eigen land en in de ronde van Romandie. En de leiders die moeten zo stilaan aan de Paterberg bezig zijn. Hè? De 6 die we over hebben. In het gootje rijden. Aha, met Andreas Klier. Alsof hij bezig is aan de gezondheidswandeling. Nou ja, de rit is toch maar dicht hoor. In zijn eigen achtertuin. Al is hij verhuisd naar Mallorca. Hè? En hij is nu voor de eerste keer in zijn leven hier in Vlaanderen voor 3 weken aan een stuk op hotel. En hij zei, dat is wel een beetje wennen. Ja, dat zal wel als je gewend bent van hier te wonen. Dus Maurice en Houanaar die zijn terug komen aansluiten daar vooraan. Uiteindelijk is enkel Rabon het slachtoffer geworden. Dat betekent dat ze snel komen vanuit de achtergrond. Hier alweer met Stijn de Volder. De quickies met Bonen aan het wiel. En Renaat Schotten in de buurt. Ja, er is één man die probeert naar dat groepje met Bonen en Hausten te rijden. Dat is Roger Hammond. Hij heeft Hosten vlakbij in de buurt. Ook de Weert zie ik daar nog altijd zitten. En dan de totale verbrokkeling natuurlijk hier op de steile flanken van de Paterberg. Er wordt barrage gemaakt, maar ze gaan zodanig langzaam dat ze er allemaal netjes langs kunnen. Langs de wagens en motoren daar rechts op de Paterberg geparkeerd. Het hele peloton aan het terugkomen met een sterke prestatie. Ze zijn boven en hij hangt er zo goed als aan. En nu Renat.
Ja, het is niet zo dat hij in de problemen kwam, maar hij werd even opgehouden door een toeschouwer. Kwam daar in de zijkant. Die van der Aarden. Dat was ook regen van start tot finish. Renaat. Ja, en Lef Hosten die keert op dit eigenste moment terug. Hij ziet het wiel van zijn ploegmakker Jurgen Roelands. En hij deed het gaatste gaatje dicht. En dan kijk ik achterom en dan voorlopig geen volk te zien. Mannetjes van Cervelo, Hammond die daar nog altijd tussen hangt. De voorwacht van het peloton, zeg maar. Maar Hosten staat op het punt aan te sluiten bij het groepje met Tom Bonen. En wij kijken hier achteraan een pelotonnetje. We zagen dat Steegmans daar moeizaam naar boven klauterde. En dan zag je daar ook een paar jongens tegen de vlakte gaan. Een jongen van Cervelo die het helemaal niet zag zitten. Die was er Jandori bij gaan liggen. Dat doet de Volder niet. Hauser mee. Ook Bonen mee. Ook Chavanel mee. En Roelands mee. Het is sterke mannentijd. En Hosten dus daar achteraan, hè, met dat wapperende jasje. Die komt aansluiten. Dus Roelands en Hosten, dan hebben ze ook twee mannetjes mee bij Silans. En is een beetje van de tegenslag vergeten. Hosten van de orde van de parachutisten vandaag. Het bataljon van de parachutisten. Ook dit is dwars door Vlaanderen rijden. Achteruit geslagen. En dan toch goede benen hebben, dat zie je. Hè? Die jongen van Palmans die daar heel vlot mee naar boven rijdt. En nu zien wie er nog in de achtergrond terug kan komen hier. We hebben nog altijd een handvol leiders, dames en heren. Met vooral een sterke Eekhout en een goede clear. Ja, Hosten, en hier is het een beetje kijken. Hosten is daar nog niet bij. Hè? Hij is daar aan het proberen en het valt hier niet echt stil, Renaat. Ja, hij valt helemaal stil, Lef Hosten. En op die manier moet hij die aansluiting voorlopig nog even laten varen. De eerste vier achtervolgers trouwens op dat groepje, dat zijn Kevin De Weert, Roger Hammond. En daar zit ook nog een renner bij van Topsport Vlaanderen. We gaan die even identificeren. Er ook bij is Mathieu Gos van Saxo Bank. En dan zie je nog één man van Topsport Vlaanderen die hier ook samenwerkt met De Weert en Hammond. Straks zullen we wel weten wie dat is. En waar zitten De Weert en Hammond, Renaat? Die zitten vlak achter het groepje Bonen. Die zitten nu op pakweg 60 meter, 70 meter van Lef Hosten. En die andere man van Colombia bij Hosten. Dus voor een goed begrip hebben we vooraan het groepje Clear Eekhout. Dan hebben we het groepje De Volder, Bonen en Hausler en Co en Chavanel. En dan hebben we Hosten met Rabon daar nog bij, denk ik. Die eraf gevallen is vooraan. En dan komt dat groepje met De Weert. Is dat nu pure pech? Zijn dat de omstandigheden of zit er dan het materiaal? Renaat? Renaat. Straks Renaat. Wij weer naar IJssel. En Van Impe. En Clear. En Eekhout. En Gajak. Die we daar net zagen vragen aan een van zijn collega's. Wat is dat? Ik heb precies een spier die niet meer mee wil. Nu is er Renaat. Ja, we zitten in dat pelotonnetje met Greg van Avermaet. En hier probeert vooral Rabobank de meubelen te redden. Met de sterke Tjalingi, met de sterke Heemen ook. Ook daar nog altijd de volk van Skil Shimano bij. Dan herkennen we Koen de Kort. En dan zien we ook Johnny Hogerland opschuiven naar Roel. Karsten Kroon zit ook in dat groepje. Nick Nuyens. We herkennen ook Zieberg. Godard zit er ook bij. Boucher en Sentjes, dat is nog een man van Silans Lotto. Weiland ook nog in dat groepje. En dan helemaal achteraan zien we nog. Even kijken, dat is een man van Saxo Bank in het wiel van Rabon. Dat is Frank Hooy. Ja, dat zien wij nu in één beeld gevangen, allemaal. En we zagen ook dat Van Impe al een tijdje niet meer mee op kop komt. En dat is de logica zelf. Drie mannen van zijn ploeg op kop. Dus achteraan dat groepje gaan zitten en de anderen laten werken. Dat deed hij een goede 7-8 minuten nog wel mee op kop rijden. Maar het was misschien op dat moment wel verstandig om daar die kopgroep nog een beetje uit te dunnen. Om op die manier een groepje tot stand te laten komen van straks een man of 10 met alleen beren. Het is berenweer en dan moet je met beren vooraan werken. Komt Rabobank.
met al wat er nog overblijft van het geschut nog terug? Dat is de hamvraag. Rechts opdraaien. Dat is de aanloopstrook naar de Côte de Trieux. Die duurt wel even. En dit is een aanloopstrook waar de wind toch weer in het nadeel zal blazen. En dan ga je zien dat ze gaan afzien. Wie was weer de beste Belg in de openingstijdrit van Parijs-Nice? Kevin van Impe. Daar heb je me. Niet in Milaan-San Remo, want alles op dit werk. En het mag wel dat Kevin goede 60 kilometer. Hij is mee, maar hij kijkt nu om en hij ziet de overmacht van Quickstep. En dat zal hem toch wel niet echt plezieren. Tegen zo'n overmacht uiteindelijk toch nog aan het langste eind trekken is zo goed als onmogelijk. Zeker als je al die hele dag in deze omstandigheden op kop aan het fietsen bent. Of toch mee in de kopgroep aan het fietsen bent. Dit zijn omstandigheden die nog meer eisen van een lichaam dan gewone omstandigheden. Dus er gaat veel meer energie verloren voor dezelfde inspanningen. Bij iets koelere temperaturen en vooral die nattigheid dan. En ze kijken dan achterom en dan gaapt toch een enorme leegte. Een groot gat hoor. En ik doe nu al mijn klak af voor de manier waarop dit allemaal in beeld gebracht is. Want ook dit is berenwerk, hè. Kijk maar eens hoe die cameraman daar staat. En die staat daar de hele tijd, hè. Kilometer of 85 in weer en wind met een rug ook een beetje gesteven. Ja, dit zijn allemaal beelden met die nieuwe wagen, hè? Die Cineflex-wagen. Een soort westcam in een wagen gemonteerd. Voor het eerst gebruikt tot de Olympische Spelen in Peking. En nu eigenlijk bij wijze van experiment, bij wijze van test vandaag ingezet in dwars. Om al top te zijn in de Ronde van Vlaanderen. We zijn bezig aan de Côte Trieu, Chavanel, Bonen, de Volder van Impe. Nog eens overlopen, dan team Roelands voor Silans Lotto. Burkhardt en IJssel voor team Colombia. Gajek, Arthur Gajek, een Duitser van Milram. Dan van Emden voor Rabo, Hausler en Klier voor Cervelo. Jens Maurits, die hangt er inderdaad nog altijd aan voor Vakan Soleil, Huanaar en Nico Eekhout. Maar dat zal niet lang meer duren met die Huanaar. En die weegt een kilometer 100, 13% maximaal, gemiddeld 8%. En het zal in tempo zijn dat ze naar boven rijden. Weet je wie ik ook mis? Leukemans. Die had ik ook verwacht vandaag. Maar god ja. Wat en hangt er allemaal vast aan zo'n koers, hè? Iedereen heeft zijn eigen verhaal en het zijn vooral verhalen van pech. Maurits eraf. Voilà, zoals gezegd, Huanaar en Maurits, die kunnen dat niet meer bolwerken. En niet alleen Leukemans, ik mis ook Nuijers, hoor. Ja, maar die is aan het proberen terug te komen. Die komt nu op 28 seconden, denk ik, Renaat. Ja, het zal allemaal te herdoen zijn, hè, als je het zo bekijkt op de Trieu. We worden weggestuurd tussen de kopgroepen en het peloton. En dan zie je dat peloton toch angstvallig dichtbij komen. Ze kunnen er zo naartoe rijden, het is natuurlijk bergop. De Volder maakt hier een stevig tempo in de kopgroep. Maar daarachter het peloton toch verduiveld dichtbij gekomen nu. Dus de hergroepering zit er misschien wel aan te komen. Ja, toch opletten hoor. Op die Trieu krijg je vaak een vertekend beeld. Het zijn nog altijd 24 seconden. Nuijers zit daar in tweede positie. En als ze ze voelen komen, dan denk ik dat bij Quickstep toch een van die mannen gaat versnellen ook. Het is een spel dat ze kunnen spelen natuurlijk. Gajek zakt er nu ook door. En het venijn zit hem in de staart bij deze Knok de Berg. Die wordt alsmaar lastiger. En Volderke zit dus met zijn trappers te spelen. Ja, die hoort dat ook, hè, dat die mannen dichter komen. Dan zeggen ze tegen Volder, zet je nog eens op kop, jongen. Kan dat? Tuurlijk kan dat. Ik kan alles als ik een goede dag heb. En hij kan alles als hij een goede dag heeft. Het is een wereld van verschil in vergelijking met Milaan-San Remo. Je krijgt een totaal ander wedstrijdbeeld. Het is allemaal veel aantrekkelijker. Alles ligt uiteen. De sterkste zitten vooraan. Al zijn er een paar die daar wat aan willen veranderen. Kijk, daar zit nu Nuijs in tweede positie. En die heeft zijn boezemvriend Van Weleer aan zijn wiel plakken. En die gaat niet meer overpakken op de Weert. Hij mag hem niet, hij mag dat niet doen, hè. Nuijs wou hem wel meepakken naar Rabobank, maar dat ging niet. Hij mocht daar niet meer terugkeren, Kevin de Weert. En dan maar een terugkeer naar Quickstep. Nuijs gaat het nu alleen moeten doen, hoor. En krijgt daar niet veel steun van zijn ploegmaat. Heyman, die een beetje vooruitgeschoven werd als tweede kopman hier in het team van Rabobank voor deze koers. Dat is toch wat Nuijs me vertelde op de vlucht van Nis naar Brussel vorige zaterdag. Die zat daar wat ver, maar die heeft ook al hard moeten werken om na een lekke band terug te keren, Renaat.
Ja, de Volder heeft de hele trieu voor zijn rekening genomen. Met de bonen in zijn wiel. Mooi, de winnaar van de ronde en van Parijs-Roubaix voor elkaar. En Hausler is de man in derde positie. En dat zijn de drie sterkste bergop. Nuyens maakt de sprong. Nuyens op en over de geloste Gajek. Die ziet die ander daar misschien nog net uit de bocht gaan. En moet nu een gat van 20 seconden dichtrijden. Ja, toch even nuanceren. Probeert de sprong te maken. Want zo simpel zal dat niet zijn, hè? Alleen. En ze zijn nu boven. Eigenlijk had hij er hier moeten bij zijn. En nu zijn ze vooral naar die van Quickstep aan het kijken natuurlijk. Ze zijn daar met vier en die anderen gaan niet veel doen. Wie gaat dan het werk voor zijn rekening nemen? Als er te lang geaarzeld wordt, dan zit er misschien toch nog iets in voor de achtervolgers. Maar bij Quickstep gaan ze toch slimmer zijn dan dat. Chavanel die eens even omkijkt en die toch niet, zoals ik al zei, te veel last heeft van die verkoudheid waarvan sprake was in de kranten. Alles nog eens netjes. Een belangrijke groep waarin we ook Hunt herkennen, waarin we verder ook nog Wouter Weiland gezien hebben. Nuyens smijt zich in de afdaling. Ik heb het vermoeden, gezien zijn evolutie nu, dat hij een probleem gehad heeft vlak voor het opdraaien van de Quaremont. Want daar zat hij met zijn ploeg toch wel een beetje ver. Daar waar hij in de pre-fase van de Quaremont met Rabobank toch nadrukkelijk helemaal vooraan verschijnt. Vol gaat meewerken als die vooraan niet mee zijn. En hier zijn het enkelingen. Kijk, je hebt er een paar van Rabobank met Chalingi onder meer. Maar dit is geen gesmeerde organisatie op dit moment. Chalingi, ook hij reed 250 kilometer op kop in Milaan-San Remo. Of was het zelfs nog een beetje meer, Renaat? Ja, valpartij van een seingever op een rotonde, maar de koproep is er gelukkig langs geglipt. En die motor, ja, die ligt daar een beetje ongelukkig voor het peloton. Het eerste achtervolgende groepje dat daar zo meteen aankomt. Dat krijgen we hier in beeld. We worden heel knap op onze wenken bediend. En dan zien we dat Nico Eekhout daar net langs kwam. En op Nokerenberg gaan we dan links richting Waregem, waar we weer tegenwind gaan krijgen. En in de lokale ronde heb je een stuk zijwind, wind in de rug en tegenwind. Straks nog een beetje rekening mee houden en uitleggen, want dat zullen we nodig hebben. Het voelt al zo koud en dan die wind, verdorie, met mijn gezicht, ik weet niet, ik ben volledig gevoelloos. Alles woorden, geheugenverlies behoort ook tot de mogelijkheden. Geheugen zou ze te zeggen in West-Vlaanderen. Het is echt moeilijk om op deze manier de koers te volgen, maar toch een privilege om hier op de eerste rij te zitten. Ja, maar je moet het maar weten, Renaat, je wilde niet luisteren toen ik daar straks zei dat je een jas moest aandoen en niet op t-shirt op die motor moest. Dus, kou leiden, man. Trekjes van Alzheimer, als ik dat goed begrepen heb. Maar daar komt hij wel overheen. Straks met een goede grog. Nog 43 kilometer van Nimpen. Het zou eigenlijk wel eens leuk zijn mocht Van Nimpen eens bekroond worden voor zoveel werk. Maar komt dat daar wel van? Want Chavanel die heeft natuurlijk ook wel van het werk van Lefluit geproefd. Vooral winnen in Vlaanderen. Dat heeft van hem een nieuwe mens, een nieuwe coureur gemaakt. Hier, dwars door Vlaanderen, een jaar geleden. Daar is eigenlijk de nieuwe Chavanel opgestaan. 56 seconden. Er gaat een klein beetje van af. Maar hier weten ze dat natuurlijk ook. En daar komt Nico Eekhout. Uiteindelijk is hij in deze ploeg terechtgekomen, de ploeg van Sean Kelly, mede dankzij zijn twee broers. Je hebt de aannemer, een broer die aannemer is, en een broer die een autobedrijf heeft. Kijk, hier, en die hebben een mede gesponsord. Ja, kijk, hier breekt het, hè. Door dat werk van Rabobank en van Consolei. Zij zeggen, we gaan niet iedereen laten mee profiteren. Van Avermaat, die daar ook weer in een situatie gedrongen wordt waarbij hij een gaatje gaat moeten dichten. Ze pakken een deel van de weg. Dat moet een beslissing zijn van het koppel Nuyens-Leukemans. Want dat zijn twee boezemvrienden, allebei van Bevel. Die komen perfect overeen. Allee. We gaan onze ploegen aan het werk zetten en we gaan zelf ook meeknallen. Dan kunnen we misschien toch nog wel een beetje indruk maken. Hogerland, mooi. Winnaar van de driedaagse van West-Vlaanderen. Hogerland, dan Leukemans aan het wiel. En de derde man van Vacansolei is oud-winnaar Nokerenbergen. Nokerenberg is eigenlijk de sprong naar de lokale rondes. Eentje Nokerenberg achter de rug hebt, dan zit je op het circuit dat nog twee keer moet gedaan worden als ze aan de finish voorbij komen. Twee keer 15 kilometer, dus nog een lokale ronde van 30 kilometer. En we gaan zo stilaan richting Nokerenberg. We vermoeden nog een uurtje koersen en dan zijn we thuis. Rekening houden ook met harde stroken tegen wind. Tom Bone, winnaar van Kuurne, Brussel-Kuurne. Tom Bone, die niet meesprintte in Tirreno Adriatico in de laatste etappe. En daar links en rechts al een klein beetje kritiek voor kreeg. En dan, na het mistasten in Milan-San Remo, had je al de reflex van, zie je wel?
Je moet overal meedoen voor winst als je kunt meedoen. Verrassen of in de war brengen door dit shot waarin je alles vangt, het bedriegt een klein beetje. Het is een prachtig shot, maar het bedriegt inderdaad zoals je zegt. Want het is fenomenaal mooi om te zien. Die Cineflex-wagen is een aanwinst voor de koersverslaggeving, nu al. Dan gaan we nu 5 seconden zwijgen om de schoonheid te laten bespreken. Allee, maar uit. Langer gaat echt niet, hè, Buik. Ik zag het al aan uw ogen. Ik moet hier iets zeggen. Spijtig jij thuis wel eens? Meer dan de lief is. Maar goed, dat is voor een andere keer. Van in de achteraan. Een kwartet en twee duo's. Het kwartet van Quickstep, duo's van Cervelo en Columbia. En dan wat eng. De koers overigens 2 keer gewonnen. En dat was in een periode waarin niet dwars door Vlaanderen gereden werd, maar dwars door België. En dat was toen een rittenkoers van 2 dagen. Een rittenkoers van Cine naar IJsden en dan eentje met de aankomst in Waregem daags nadien. En dan werden de uitslagen gewoon opgeteld. En Schotten won hier en was hier ook eens een keertje derde. Het was in 59, precies 50 jaar geleden. En toen won Roger Baans uit Molenstede bij Diest. Die was kampioen van België geweest bij de onafhankelijke. Won later 3 etappes in de Vuelta. Een etappe in de Ronde van België, in de Ronde van Nederland. Enfin, een veelbelovende coureur die vaak won bij de amateurs, maar ook bij de profs. En die is nooit zijn prijs mogen komen in ontvangst nemen. Van de Volder. En dan Bonen die even langs de Duitser ging rijden. En is goed naar hem keek om te laten zien wie op dit moment de sterkste zijn. Boven op Nokerberg. Nu linksaf in gestrekte draf richting Waregem. Ja. Opletten voor Hausler. Hè. Neem die niet zomaar mee naar de sprint. Hè. Maar zover zijn we nog lang niet. Hè. Nog 37 kilometer. Lekker aan het touwtje. Ik wil graag de uitleg van Rabobank horen. Waarom liep het mis? En er zijn zoveel mogelijkheden. Ze zaten in het gevring naar de Oude Quaremont goed vooraan. Op een bepaald moment waren ze daar weg. Heeft dat te maken met die late golf die van links of van rechts kwam? Of is er iets gebeurd? Hebben ze moeten uitwijken voor iemand? Het kan van zo'n kleine zaken afhangen dat je inderdaad de uitleg achteraf moet afwachten, Renaat. Ja, Boucher probeert die achtervolging op gang te brengen. Maar dat is bijzonder ondankbaar. Hè. We hebben ons terug laten uitzakken. Weiland en De Weert die zitten hier voorbeeldig af te stoppen. En op veel andere ploegmaats van koplopers. Ze zien ook een Heijmen voorin zitten. Godaan zit daar nog tussen van Topsport. Nijes komt er naar voren geschoten. Nick Nijes gaat hij nog iets proberen. Ook Hogerland en Leukemans positioneren zich. En Rabobank gaat hier toch nog iets proberen. Nijes zet zich op kop van het peloton. Pelotonnetje met ook nog een Veugle daarbij. En nog een Koenen. Over. 29, zegt het Renaat.
Maar nu gaan ze bij Quickstep toch weer wat... Dus nog een beetje met verenigde krachten rond blijven draaien. Ik zou dat zeker nog een volle ronde doen. Zeker nog over een afstand van 15 kilometer. Ja. Dit is natuurlijk ook een ideaal stuk voor achtervolgers. Hè? Lange brede wegen, goed organiseren. Straks hebben we ze weer die kasseien en die Holstraat. Dan gaan ze toch moeten zorgen dat ze heel dicht zitten of erbij zijn als ze nog een kans willen maken daarachter. Oplopend stuk hier na de aankomst met Eekhout die even doortrekt. Eekhout die het tempo wat de hoogte gaat intrekken vooraan. En hier komen ze nu door op 22 seconden. De Verenigde Troepen uit Nederland. Vakant Soleil en Rabobank. Met Heemen en Stamsnijder onder meer aan het werk. Ook Van Avermaat hier achteraan in de groep. Ik zag ook Roy Sentjes midden in dat pakket zitten. Hier zien we Eekhout in zijn eentje doortrekken. Nico Eekhout al de hele dag op de wandel. En nu nog eens op wandel in de slotronde. Van Impe daar naartoe. En wie gaat er nog mee? Is dat Hausler? Ja. Ja. Dus twee overlevers van de vroege vlucht en Hausler, Renaat. Ja, inderdaad. En dan wordt er even getwijfeld. Dan zitten we hier op de korte kasseistrook voor Waregem station. Maar het gaat weer samenlopen hoor. Hausler zat onmiddellijk in het wiel daar. En op die manier krijgen we terug de leiders samen. Burkhardt is de man die het gaatje dichtrijdt op de kassei hier. Maar dat moet ook, hè. Colombia met een tweetal, niemand mee. Alle andere ploegen wel een mannetje mee. Dus moet Burkhardt dat gaan doen. Nico Eekhout is een oercoureur. Zo worden ze niet meer gemaakt. Maar het is niet goed voor de samenwerking wat gebeurd is. En de druk van achteruit wordt steeds groter. Ik denk niet dat het de bedoeling is van Eekhout om weg te rijden, maar dat tempo moet hoger. Hij voelt dat ze daar vooraan een beetje ingedommeld zijn. En dus gaat hij met al zijn ervaring een beetje pushen. Zie je? Heinrich gaat nog eens door. Hausler met aan zijn wiel. Van Impe of is het de Volder deze keer? Hoe lang gaat die Hausler dit niveau nog volhouden? De Volder en Bonen. Hoe lang kan dat nog? Vraag ik me af, want die is al goed van medio februari. Dus moet Roelands nu proberen de bakens te verzetten. Het is Van Impe en Bonen. Hm. Ah, déjà vu. Weet je nog, toen Vugelen hier vooruit was met Boucher. Ja. En de Volder of en Bonen en Van Impe zo'n mooi duet opzetten. Ver achter Vugelen en... En Boucher weliswaar niet meer met de kans om te winnen, maar het was wel een mooi nummer toen. Van Impe is bij Quickstep zeker niet te minderen. Hè? Zeker niet. En is zich een plaats aan het verwerven voor de Ronde van Vlaanderen, alsof daar nog twijfel over mocht bestaan. Maar... Op 28 kilometer van de aankomst. Vroeger dan wij verwachten dat pelotonnetje, dat koppelotonnetje, uiteen Renaat. Ja, en Burkhardt is de man die het hier nu moet doen, maar alleen kan hij het ook niet, hè? Want hij vraagt alweer om steun en dan buigt Roelands deemoedig het hoofd. Ja, op dit moment gaat het ook even niet. En hier komt nu Aijzel. Aijzel gaat de laatste loodjes uit zijn lijf rijden. Weer een nieuw spreekwoord. Aijzel die de bocht afdraait van de ring. Ze zijn... Naam Bonen met Van Impe en Hausler. En dit pelotonnetje op 34 seconden neem ik aan. Ja, ze zijn dichter geweest, Renaat. Ja, en Aijzel die... Op die manier kunnen afmatten. Kijk, er wordt een beetje geaarzeld. Ze willen dat de Volder komt natuurlijk. En Renaat. Ja, de pijp van Aijzel is volledig uit. Hij heeft zich op de kant van de weg gezet. Zijn koers zit erop. En nu moet Burkhardt het alleen doen. Knap gereden van Bernhard Aijzel. Nee, in de vroege ontsnapping. Hij heeft het pad geëffend. Nu is het aan de kopman. Deze koers is 49 keer gewonnen door een landgenoot. Zoals de wedstrijd nu evolueert, ziet het er goed uit voor een 50ste overwinning van een landgenoot. Een soort van jubileumuitgave dan. Ze gaan komen, de Volder en Eekhout. We gaan naar een vijftal vooraan. Drie van Quickstep, eentje van Cervelo. Hausler die lacht is. En dan Eekhout van het Endpost Sean Kelly team. Vier landgenoten. Op kop moest komen en waar misschien wel op gespeculeerd werd, Chavanel, maar is dan niet mee. Maar goed, ze hebben er nog drie. En Van Impe blijft een perensterke indruk maken. Ik heb zo de indruk dat Bonen het hier in zijn kop geprent heeft van eens de puntjes op de i te zitten. De twijfelaars na Milan Sanremo is even een goede, ferme mentale tik uitdelen. Ik ben het alfa mannetje straks in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit zou wel eens het jaar van Kevin Van Impe kunnen worden. Mag. Als hij eens van pech gespaard kan blijven. De voorbije jaren te veel achtervolgde door tegenslag. Mag. Die jongen is nog altijd maar 27, hè?
wordt op 19 april 28 renner van het moment. Alleen wint hij zo moeilijk. Toch als het om een groot ding, een klassieker gaat. En met Eekhout. Meester dwars door Vlaanderen. Maar de taakverdeling bij Quickstep die is ondertussen gebeurd. Dat zie je nothing yet. Dit kan niet. Dit kan echt niet. Even de ogen uitwrijven toch. Hij kijkt onder de arm. En daar gaan ze samenwerken. Dat kan toch niet dat ze daar niet naartoe gaan met drie. Of kunnen. Jongens toch. Dat lijkt me onmogelijk dat ze dat niet kunnen. Als dit alleen maar een kleine test was, dan zijn ze er nog niet mee thuis. Dan zijn ze er nog niet mee thuis. Renaat. Hij zet zich recht. Hausler zette even zijn zonnebril, of wat was het, ik weet het niet. Hij zette zich in elk geval recht op zijn fiets. En het lijkt alsof hij aan het wachten is in het vooruitzicht van de Holstraat. Dan gaat hij zijn goede moment afwachten. En of ze hier zitten speculeren hebben, ik weet het niet. Aan zijn tred te zien, niet meteen wachten, maar die tred is altijd soepel. Hij heeft altijd een... Die rijdt weer weg. Hij doet ze verschrikkelijk pijn. Je zag hem weer versnellen, daarboven op het steilere stuk in de Holstraat. Om op die manier de pres van een goede 20 meter weer uit te diepen tot er eentje van 35. En altijd nerveus omkijken. Maar nog wel 23 kilometer. Wat duurt het lang vooral eerst daar uit die bocht komen. Daar zijn ze pas. Dat is verdorie 10 seconden. Daar zijn ze pas. En wij maar zeggen, we zijn met 4 Belgen. We zijn naar een 50ste overwinning. Maar wat moeten ze nu denken in die volgwagen van Quickstep? Met 5 vooraan en 3 ploegmaats mee, ja, dan heb je een comfortabele positie. Gaan ze hem nu een beetje laten sudderen? Dat kan ook een tactiek zijn natuurlijk, maar zo ziet het er niet naar uit in elk geval als je de gezichten bekijkt. Al de hele dag in de vuurlinie en geeft hier alles voor zijn twee kopmannen, de Volder en Bonen. Eekhout hangt er nog altijd netjes aan. De drie weren zich, maar is het genoeg? Het is met een groot verzet, het is een beetje met moeite en dan zie je dat de Bonen Eekhout moet doorlaten. Ja, dat Eekhout naar de Volder toe rijdt en dat Bonen toch een beetje te vaak in zijn zadel ploft. Dat is weer niet super hoor. Het hoeft natuurlijk nog niet in dwars door Vlaanderen.
Die hadden het straks ook al. Eekhout, slim als hij is. Je kan nu natuurlijk denken van, doe maar jongens, rijd dat gat maar dicht, dan is het aan mij. Gaat hij hier een catwalk van 20 kilometer van maken. Alleen, in de regen, in het water. Dat is niet te geloven hoor, als hij dat doet. Dat is echt niet te geloven, dit is een van de strafste nummers. Als hij dit bol werkt, het is nog lang natuurlijk, maar als hij dit doet... Dan weet ik niet waar we dit mee moeten vergelijken. Als dit voor elkaar komt, dan heeft die Quickstep eigenlijk voor schut gezet. Zeg maar belachelijk gemaakt, Renat. Ja, zover is het natuurlijk nog niet, alhoewel met die ene actie. Maar ze komen nu toch verduiveld dichtbij, hoor. Het gaat hier gesmeerd. Eekhout heeft zich weer... Hij twijfelt en eigenlijk heeft hij ook al spijt van zijn actie, denk ik hoor. Hij heeft spijt dat hij dit gedaan heeft en dat hij het niet later geprobeerd heeft, want hij weet zich de sterkste van deze vijf. Maar nu komen ze terug. Nu wil ik die reacties zien van die mannen. Gaan ze hem een blik waardig gunnen? Het is nog 19 kilometer. Ze moeten hem voor gek verklaren. Maar hij is er wel in geslaagd om zichzelf te laten doldraaien. Hè? Want ze hebben een jasje uitgedaan, hè, geloof me. En Eekhout alweer op weg naar een top 5. En dat gaat nog beter zijn, geloof me. Mogelijk op het podium. Zelfs mogelijk winst. Allemaal mogelijk, Renat. En daar gaat de Volder. De Volder, jawel, de Volder. En het was alleen Van Impen die hem een blik gunde. En nu moet Halsner natuurlijk de hele tijd reageren. Kijk, en zo makkelijk. Halsner rijdt er gewoon naartoe. Maar ook Eekhout is mee. En Bonen heeft het lastig in het wiel van Impen hier achteraan. Halsner pareert de eerste prik van Quickstepper de Volder. Als ze zo doorgaan en als Halsner en Eekhout nu eens omkijken en overpakken, Eekhout. Dan gaan we naar een man-tegen-man situatie met drie enkelingen. Eekhout, opletten nu. Maar die weet natuurlijk dat 19 kilometer nog ver is, hè, in de winderige strook. Dus doet hij dat niet en zegt hij, ga toch nog wel wachten. Renat. Ja, Bonen en Van Impen maken op dit moment opnieuw de aansluiting. En nu Eekhout links aan de kant. Arrière de la course. En Bonen een beetje krampachtig. Maar je zou voor minder natuurlijk. Met al die vlagen in je smoelwerk. 18 kilometer nog 3 kilometer op de volgende passage hier aan het regenboogstadion van de Gaverbeek. Van Impen. Het moet toch zo stilaan gaan komen dat Van Impen gaat vierkant rijden. Kan toch niet anders? En dat gaat alweer Stijn de Volder. Daar gaat alweer Stijn de Volder met zijn tweede poging. En wie gaat er nu nog eens reageren? Bonen probeert als een pistier de andere op te vangen. Hausler moet. Bonen gaat de deur dicht doen, maar daar komt hij niet aan. Hausler er netjes omheen en Hausler weer naar de Volder. En dat gaat allemaal in een op en een wip.
Hij heeft iets te vroeg in zijn kaarten laten kijken toch, hè, Hausler? Als je zo sterk bent, dan kan hij eigenlijk, dan kon hij niet verliezen. En nu gaan ze proberen langs alle kanten hem te bestoken, want hij moet hier nog eens, hè. Hij moet hier nog eens, hè. En nu wordt er geazeld. Gaat Eekhout het nu doen? Het is om beurten, Hausler en Eekhout. Renaat. En Hausler wacht. Hij zit in de tank. Bonen heeft hem in het vizier. Hij staat klaar, zit klaar om die aanval, die reactie op te vangen. Gaat hij dan nu versnellen? Maar voorlopig niet. Hij kijkt naar Bonen. Het is hier oorlog. Is dit wel de ideale situatie? Want Eekhout zit nu bij Van Impe. En rij maar eens met Eekhout naar de streep. Ja, ik weet het, maar je moet van Hausler af. Je moet er op een of andere manier van af. Dus ik zou zeggen Van Impe even meerijden. En straks proberen te spelen als er marge is en in dat wiel van Eekhout gaan zitten. Hè. Maar nu nog 17 kilometer, rij maar mee. Want Hausler moet nu dat gat gaan dichten en die moeten ze compleet kapot krijgen. Ze zitten nu achteraan natuurlijk hier en dat is de overschot. De Volder. Ideaal is niet de situatie, Michel. Dat is waar, maar... Wat is een ideale situatie als je zo'n sterke man als Hausler daarbij hebt? Hausler kwijtspelen. Het was natuurlijk beter geweest als iemand anders met Eekhout was meegeweest. Maar we hebben ook al gezien dat Bonen niet super was, Renaat. Ja, toch nog even herhalen. Zowel Van Impe als Eekhout zaten in de vroege ontsnapping. Die vertrokken is na een kilometer of 50. Ja. Dus ja, de drie hier hebben de zaak eigenlijk onder controle. Zonder dat ze hier ook een trap te veel geven. Nog een ronde. En wat er ook gebeurt, nu al chapeau Nico Eekhout. En chapeau Van Impe. Onwaarschijnlijke prestatie. Eekhout, met een lastige winter. Van Impe. Hij begint nu al, hè? Ja. En dus hij nog wel laten sudderen en dan zien wat Hausler daarachter doet. Hij werkt natuurlijk wel op zijn systeem. Eekhout, die doet natuurlijk wat hij moet doen hier vlak voor de neus van zijn supporters, van zijn volk, zijn massa. Ze zijn hier ook vooral voor hem gekomen, geloof me. Allee, vriend, overpakken en dan durft Van Impe natuurlijk niet anders. Bonen verkleumd. 14 seconden zijn het. De Volder. Dus zijn communicatiesysteem werkt wel degelijk in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Allee. Maar ja, goed, zo zit hij helemaal in elkaar. Als hij zich goed voelt, dan gaat hij. En of dat slim was, dat moet achteraf blijken. Gaat hij zo meteen weer springen? Als hij de benen heeft, zal hij zeker wat moeten proberen. Maar we zullen kijken. Ik dacht dat Boon ook nog niet... Hij heeft zich in een moeilijke positie gewrongen. En er wordt heel wat overleg gepleegd. Voortdurend in overleg met de volgwagen, neem ik aan. Peters is nu de dirigent. Wilfried Peters. En daar gaat Hausler. Hausler wil van Bonen van de Volder af. Is een beetje uitgerust en gaat het nog eens proberen met zijn dappere beentjes. Met heel veel snee, maar Bonen die op zijn eergevoel teert. Die dat compleet aanspreekt en in dat wiel van Hausler gaat zitten. Voilà. Oh. Bijzonder mooi om naar te kijken. En nu al uitkijken ook naar de E3 Prijs Vlaanderen volgende zaterdag. Hausler legt zijn arm om de schouder van Bonen en gaat dan even praten. Ja, zij moeten natuurlijk houden dat deze jongens al een hele dag energie verspild hebben. Of gebruikt hebben. Verspillen kan je het niet noemen. Hè. Als je zo diep in de finale nog met twee vooruit bent, dan heb je een dijk van een koers gereden. Bij niemand heeft de slagregen zoveel impact. Of wat zeg ik, zo weinig impact als bij Eekhout. Bij niemand. 9 kilometer nog, 15 seconden nog, achtergelaten in een fantastische wedstrijd. Pure propaganda voor wat nog komt hier in Vlaanderen. Het gaat moeizaam bij Van Impe daar nu vooraan. Hausler weer met die souplesse, niet vol door. Een keer of 10 opnieuw bekeken en ik heb echt niks verkeerd gedaan, aldus Hausler zelf. Dat hij een aantal nachten niet geslapen had, dat zei hij er ook bij. Een keer of 4 te veel door zijn benen gekeken en even geaarzeld toen hij ging. Maar als het inderdaad met het idee was om Hushovd te lanceren, ja, dan was het logisch dat hij de eerste keer keek. Maar dan had hij toch moeten doorgaan daarna. Enfin, hij viel stil vlak voor de streep en Cavendish kwam erover. En Cavendish heeft Milaan-San Remo gewonnen. Wat ik me wel herinner is dat hij super was in Algarve, super in het Nieuwsblad en super in Kuurne. En dat we toen dachten tegen Milaan-San Remo zal het al wat afgetopt zijn. Daar was hij weer super. We zijn 4 dagen verder en is nog altijd super. Eekhout. Eekhout weer met forse trekken naar de kop. Doet die Van Impe daar iedere keer een klein beetje meer pijn? Of zit er vandaag geen spat sleep op Van Impe?
Hey Nico, kom aan, hè. Vlaanderen, Renaat Schotten. Ja, 20 seconden. Als je het zo echt ziet, dan lijkt het veel minder. Halster heeft niks gedaan op die strook. En nu gaan we naar de eigenlijke Holstraat. Hij zit vooraan met die twee blokken aan zijn been. Dus Quickstep op dit moment. Ja, de zaken hier onder controle. Maar is er op straks? 18 seconden zijn het, Renaat. 18 secondjes. 7 kilometer. Daar loopt het al aardig op. Allerlaatste helling. De 12e van 12. Eekhout vorig jaar goed voor 2 overwinningen. Omloop van het Waasland voor Traxel en eentje in Zwevegem. Bij N Post Sean Kelly nog op zoek naar zijn eerste. Maar in elk geval perfect getimed. En weer op zijn Eekhouts. Weer van ver. Renaat. Ondertussen bij de 3 achtervolgers tempo. Geen pogingen van Halster, die nog altijd zit met Bonen en de Volder in zijn wiel. Het is een gelijkmatig tempo, het is geen bom die er gegooid wordt. Die wordt niet goed. En nu Halster van de kop af. Halster van de kop af, net voor de top van de Holstraat. Maar de reactie van Bonen is er. En ook de Volder hangt er nog altijd aan, nu weliswaar op een lengte. Halster met Bonen in zijn wiel. Hoeveel seconden biedt dat af van de voorsprong? Dat kunnen jullie zien. Ja, Halster past een beetje. Die voorsprong blijft tot 20 seconden staan op dit moment, maar die motor blijft bij de Volder zitten, dus daar moeten er stuk of 3-4 van af. Dat zijn er 16. Bonen deze keer wel goed in het wiel van Hausler. Ja. Hausler niet zo scherp als in een vorige ronde natuurlijk. Had hij maar zijn cartouche, zijn zware cartouche gehouden voor dit moment. Maar is dat wel op het juiste trapje? Nogmaals, dit bijzonder fraaie beeld. Nu de zon ook schijnt, wordt het nog een beetje mooier. Dat bedriegt een beetje. 14 seconden. Hausler, ik zal niet zeggen helemaal vol, maar toch tegen 90%. Ja, en er is ook een risicovol kantje natuurlijk aan het... Van Nimpen in het wiel van Eekhout laten zitten. Want als Hausler terugkeert, heeft hij dan nog wel een sprint ook. En als hij die heeft, wie gaat hem dan afhouden? In deze omstandigheden durft Quickstep met Hausler niet naar de sprint. Nee. Zeker weten, want dan krijgen ze het stuk voor stuk op in appel. Die is gewoon te goed. Ook voor zichzelf. Koers kan een mooi, formidabel spel zijn. Als de beste in de koers ook de domste is. Dat is vaak zo. Renaat. Hij kijkt weer onder zijn armen door. Hij heeft daar op de kant van de weg gesignaleerd. Dus. Hausler de beste. De meest onstuimige. Dus de domste. En Eekhout zonder enige twijfel de slimste. Lang genoeg gewacht. Tot aan dat extreme puntje waarvan hij wist. Nu is het mijn moment. Gaan. Pats. Dat is nog niet gedaan. Hausler misschien... Helemaal nerveus geworden van die overmacht van Quickstep. Van Impe gaat demareren. Eekhout is een beetje verrast. Eekhout verrast, maar hij komt terug. Kost hem een beetje kracht, hè? En wat gaat Van Impe nu doen? Wat doet Van Impe nu? Ja, ze mogen niet gaan surplassen, hè? 14 seconden. Er blijft druk van achteruit komen. Dat is het leuke natuurlijk. 13. 12. Zoals je zei, Bonen zeker niet top. Maar nog altijd misschien kandidaat voor winst. Het bordje moet hier toch ver leeg zijn bij Hausler. 11 seconden. Wat dan zou het hier vooraan toch al vies moeten lopen, hè? Eekhout voelt het. Eekhout voelt het. Moet de zenuwen onder controle houden en kan dat als geen ander. Het zijn er weer 12. Laten we er een dikke 10 van maken.
Laten we de spanning nog een beetje inbrengen. Bonen nu gewoon los, vol op het wiel. En daarna daar vlakbij. Die misschien ook een demarrage in petto heeft voor de slotfase. Als je één ding kan concluderen uit wat we allemaal gezien hebben, dan is het dat Halster deze koers niet mag winnen. En Quickstep heeft de sleutel in handen. Maar ze kunnen er zo naartoe rijden. Die twee daarvoor, ja, die hebben toch al verschrikkelijk veel kopkilometers in de benen. En deze twee hier, Halster rijdt hier stevig tempo, een grote versnelling. Bonen zit daar nu aan het wiel gekleefd. Dit is een dodelijke tactiek. Dat is waar wat je zegt, Renaat, maar die Halster heeft ook al veel gegeven. Hè? Daar moet toch ook eens een eind aan komen. 13 seconden. Halster snuffelt gewoonlijk op de streep of in het zicht van de streep. Denk maar aan de omloop het Niesblad. Maar dat had toen vooral te maken met de tactiek van Erik Dekker en het blok van Rabobank. Daar had hij misschien ook al wel kunnen winnen. Zeker gezien zijn sprintsnelheid die hij tentoonspreidde in Parijs-Nice in de eerste rit in Lijn en ook in Milan-San Remo. Dan was Lange wel toch wel de klos geweest. 2001, 2005 en 2009. 4 jaar. Ze bestaan, hè, die rijtjes. Ja. Dat zijn de jaren waarop Nico Eekhout dwars door Vlaanderen won. Hij heeft hem nu nog niet binnen, maar hij lijkt goed op weg. Maar wel veel mee. Heel veel mee. Zijn ervaring. Het weer. De zekerheid dat dit zijn stad is. 13 seconden. Bij het opdraaien van de ring. Dus we zijn in de laatste 2 kilometer. Het gespeculeer gaat hier wel een beetje beginnen. Eekhout gaat wellicht met een groter verzet die sprint aanstampen. Van MP eerder wat kleiner. Is hem ook gaandeweg bijgebracht bij Quickstep. Zo waar. Met een waterzonnetje. Voor wie schijnt dat nu het felst? Ruim 12 jaar is het leeftijdsverschil. Maar dat zegt in dit geval niks. Opletten bij het aanzetten in de sprint in deze omstandigheden. Iets te veel power kan een probleem zijn. Dus opletten. Alles onder controle houden. Van Impen naar de kop. Ze kijken nog eens om. Eekhout nu in de positie die hij wil. Maar daar past de boog van de laatste kilometer. En hij gaat hier nog eens naar de kop. Hij maakt hem rot nerveus. Hij maakt hem rot nerveus. In de wetenschap dat zijn verweerde vel hier beter tegen bestand is dan dat van Van Impen. Nog 1 kilometer. Voor Van Impen zou het natuurlijk een verlossing zijn. Hè? Nog 1 kilometer. Heeft Eekhout nu bij die kleine versnellingen al gevoeld dat bij Van Impen het vet van de soep is en dat hij hier gaat winnen? Is hij zegenzeker? Gaat hij Van Impen nog eens de kop opdringen? Hij vraagt er niet meer om, heb ik de indruk. Als een motor nu. Als een dernie. Van Impen aan het wiel. 9 seconden, opletten ook. Opletten toch. Als ze op een seconde of 4-5 zitten en Halster heeft nog een spurt in de benen. Als een dernie, zei ik. Hij moet, hij heeft geen keuze. Maar hij kan die dernie wel gestaag sneller doen rijden. En opletten, dan is het o zo moeilijk om die brommer voorbij te knallen. Een reuzenverzet. Het wordt een reuzensprint. Ga toch nog eens zitten. Is dit nu zelfmoord of is dat nu pure zelfzekerheid? Nee, zegt Van Impen. Nu moet je niet meer kijken. Ik blijf hier zitten. Dit is de ideale positie. En daar gaat hij aan. Daar gaat Van Impen aan. Daar gaat Van Impen aan. En kan Eekhout nu op dat reuzenverzet nog wat terug doen? Nee. Van Impen gaat het afmaken. Van Impen gaat het afmaken. En Van Impen doet zijn intrede bij de grotere jongens. Van Impen wint dwars door Vlaanderen en wint een semi-klassieker. Van Impen voor Eekhout. Terecht, die vreugde tranen. Ja, straf. Eindelijk Kevin Van Impen. En hier gaat Bonen nog het podium op ten koste van Halster. 1 en 3. Bonen op 3. Halster op 4. Dan toch 2 man voor Quickstep. Eekhout een gouden zaak qua populariteit in de streek. En Halster, beste man in koers en niks. Zoals wel vaker. En zou Eekhout zich nu gewoon bij de nederlaag neergelegd hebben? Is die dat hij aan het eind van zijn Latijn was? Dat wil ik straks graag van hem vernemen. 1, 3 en 5. Oplucht.
dat dit nog maar een begin is. Daar een val met Roelands die tegen de vlakte gegaan is. En nog een paar jongens die hier op die gladde aankomststrook onderuit gaan. Een val in het achtervolgend groepje. Het groepje met de mannen van Rabobank dat een goede 2 uur te vergeefs werk gemaakt heeft van achtervolgend werk. Spectaculair oogt die val. Ik zie Roelands daar nog altijd in het midden van de weg liggen. Ook een renner van Cervelo die daar op de knieën gegaan is. Problemen dus. Ook dat nog voor Silas Lotto. Ook dat nog. Roeland zit daar nog. Maar ik denk dat meer van de schrik is. Ik hoop het. Hier nog eens kijken. In het midden ergens. Roeland komt daar. Ik denk dat hij zelf aantikt. Ja, Godard wordt daar aangetikt door Weiland, vermoed ik. En daardoor wordt er een klein beetje van links naar rechts gelaveerd en wordt er achter die twee jongens gevallen. Houtarovic is uiteindelijk winnaar van die pelotonspurt. Yevgeny Houtarovic hier in het midden, hij wordt zesde. Op 1.51 is dat. En Heyman dan zevende. En ik denk Chavanel achtste. Daar pats. Het is inderdaad Roeland zelf die onderuit gaat en Weiland wat wegdrumt. Zo is het, je hebt het goed gezien. En daardoor wordt ook Godard uit balans gebracht. En zijn er nog achterin een paar mannen die over Roelands heen gaan. En anderen die er gewoon ook van vermoeidheid bij gaan liggen. Wat een wedstrijd. Dit is pure propaganda geweest voor het Vlaamse werk, dames en heren. Altijd op het podium. Renaat, als jij Kevin van Impe te pakken hebt, neem hem. Kevin van Impe, heel erg gefeliciteerd met jouw eerste klassieke overwinning, zeg maar. En de manier waarop. Wat een teamoverwicht vandaag. Beschrijf eens wat er allemaal door je hoofd ging in die slot. In die slotkilometers. Ja, het was een hard rijden op het einde. Ik had een hele goede man mee, met Nico. Die ook heel sterk was vandaag. Van in het begin waren we in de vroege ontsnapping en we waren de twee overblijvers. En op het laatste was het alles geven voor Hausler niet terug te komen. Ik had nog het geluk dat Tom bij Hausler zat, maar ja, het is onbeschrijfelijk. Was je zeker dat je Eickhout kon kloppen? Want dat is natuurlijk niet de eenvoudigste klant. Nee, zeker niet. Ik was zeker niet zeker voor hem te kloppen, maar het was een beetje gokken op het einde. En, ja, na 200 kilometer zo'n etappe in de regen en in de wind ja, is het toch altijd iets anders. Na veel gemiste voorseizoenen is dit voor jou een emotionele ontlading, hè? Dat is duidelijk. Ja, ik heb veel pech gehad vorig jaar en ja, ben blij dat ik nu terug weer de oude Van Impe ben en dat ik ja, voor mijn overleden zoontje kon winnen vandaag. Nog even over die ploegtactiek. Hausler heeft de finale bijzonder aantrekkelijk gemaakt, maar hij mocht absoluut niet winnen, zo leek het wel. Ja, Hausler was heel sterk. Op het moment reed hij gewoon weg van ons. En dan was het aan mij en Stijn en Tom om te rijden achter Hausler terug. Maar eens we hem terug hadden, ja, moesten we elke op tour proberen weg te gaan. En, hopelijk en hopen dat Hausler niet terugkwam en dat hebben we heel goed gedaan. En, ja, ik bedank ook Stijn en Tom dat ze toch ja, mij een kans geven hier voor het af te maken. Prachtig succes en dan wordt er onmiddellijk vooruitgeblikt. Ik neem aan, Parijs-Roubaix, de koers waar je dan in de rest van het voorseizoen het meest wakker van ligt. Ja, dat is nog... Dat is nog ver weg. Er komen nog veel koersen mee. Met zaterdag en de pan en zo. Dus ja, ik denk dat we als ploeg heel sterk zijn. En, ja, kijk, wie dat er wint, speelt denk ik geen rol. Ik ben heel blij dat ik vandaag kon winnen. Maar zaterdag is nog iets anders, ander niveau. En komen er weer verse mannen en verse ploegen naar hier. Dus ik denk dat... Ja, vanaf zaterdag ook andere namen gaan zijn. Is dit de Kevin van Impe uit de jeugdcategorie, een absolute topper die we vandaag gezien hebben? Ik denk dat dit de Kevin van Impe is die iedereen voor ogen had. En, ja, ik hoop ja, voor de ploeg, voor mijzelf, de ploeg niet ontgoochelen de komende weken. Bedankt en proficiat, Kevin van Impe.